Op maandag 9 december 1985 werd in het gemeentehuis van Horen het kabelnet officieel in gebruik genomen. Wethouder Seijn verrichtte de openingshandeling door middel van het koppelen van twee kabels, waarna via de pas gerealiseerde satellietverbinding beeld op het scherm verscheen. And the record that we would like on the video. Griet Titulaar was een van de genodigde sprekers. Naast dat hij de gemeente feliciteerde, maakte hij enkele kritische kanttekeningen. In de eerste plaats wil ik geluk wensen aan Horen met het in gebruik nemen van een modern kabelnet met eigentijdse mogelijkheden. Ik zeg dat met enige nadruk vooraf, omdat mijn toespraak natuurlijk wat gaat afwijken van hetgeen hier vandaag in gebruik wordt genomen. In wezen denk ik dat de samenvatting van mijn toespraak is dat ik diep medelijden heb met de kabelexploitant, omdat hij toch best een moeilijk. Terwijl de wethouder de privé schotelantenne niet als concurrent ziet, denkt Griet Titulaar daar duidelijk anders over. Die grote schotels die waren nodig omdat de zendertjes heel zwak waren. Die zendertjes zijn in de orde van grootte van 8 watt. Dat is een behoorlijk fietslampje. En dat zie je dan op 36.000 kilometer hoogte. Het is duidelijk als je dat vervangt door een wat sterker lampje, een lampje van 100 watt, dat je dan niet meer die hele grote schotels nodig hebt en met veel kleinere schotels kunt volstaan. Als je in de toekomst zaken wilt doen op televisie, is er maar één wet die geldt. Geef een kanaal met een duidelijk gezicht en 24 uur per dag. Hij zei dat letterlijk, nooit minder dan 24 uur. Dat wil zeggen, je kunt filmnet gaan beginnen, maar herhaalde speelfilms, als je s'nachts om 3 uur wakker wordt, moet je een film kunnen zien. En die film mag best eerder zijn uitgezonden. Als je op kanaal 37 voetbal gaat brengen, dan moet de voetbalfanaat die om 4 uur thuis komt van mijn pad uit de kroeg, moet voetballen kunnen zien, want daarvoor heeft hij betaald. Titulaar besloot zijn lezing met een videofilm, waarin het een en ander over zijn zienswijze duidelijk werd gemaakt. Via de bestaande kabelnetten kunnen we veel meer doen dan thans het geval is. Ook veel meer dan alleen het doorgeven van televisiesignalen. De kabelnetten liggen er in de meeste gevallen al. En de techniek die eraan moet worden toegevoegd om de nieuwe diensten te realiseren, is al ontwikkeld. Waar we het nu over willen hebben, zijn de nieuwe diensten zelf. Wat kunnen we morgen al via het kabelnet aan nieuwe diensten realiseren? Onder het genot van een hapje en een drankje konden de genodigden in de foyer van het gemeentehuis een expositie over kabeltelevisie bezichtigen. Naast mij staat de heer Toets. Meneer Toets, wat is uw functie hier precies? Mijn functie in het stadhuis is plaatsvervangend chef van de afdeling voorbereiding van de afdeling civiele techniek van de openbare werken Horen. U zegt voorbereiding en als het straks er allemaal is, wordt u dan ontslagen? Nee, dan word ik niet ontslagen, want het kabeltelevisie dat is één van de taken. Ja. Ik ben ook nog belast met taken van openbare verlichting en van verkeer. Het is ogenblik een vrij drukke periode met die bekabeling. Hè? Hoe ziet dat er in de toekomst uit, denkt u? Ja, nou, het zal duidelijk zijn dat zeker wanneer nu we eigenlijk pas de makkelijkste periode achter de rug hebben, ja, dat we nu een moeilijke periode tegemoet gaan. Omdat we natuurlijk met name komen in onbekabelde gebieden. Dat zal meer moeite zal het ook kosten om je abonnees over te halen. Ja. En ja, dat zal gewoon meer werk zal het geven. Zeker de eerste 2 jaar. Het is kort over 4. U luistert naar Radio Horen met nieuws. Wij spraken met de Horinees Klaas Tessel, die bezeten is van radio.
Naast mij staat Roger Tonnat, voorzitter van de Stichting Lokale Omroep Horen. Roger, er heeft al veel over in de krant gestaan over die omroep. Ik zou je nog een keer in het kort kunnen vertellen hoe die omroep nou precies gaat werken. Vooral wat betreft het effect voor de consumenten die dat straks gaan beluisteren. Nou, we zijn de enige omroep in Horen en dat betekent dat we een programma moeten gaan brengen wat veel mensen in Horen aanspreekt. Commercie is nog taboe eigenlijk, hè? We mogen nog geen reclameboodschappen uitzenden en we hopen toch dat dat over 2 jaar mogelijk wordt. Er is zich op dit ogenblik een meerderheid in de Tweede Kamer aan het aftekenen. Die wordt gevormd door de Partij van de Arbeid en de VVD. En wij verwachten dus binnen 2 jaar reclameboodschappen. Jullie hebben een zendmachtiging. Er wordt 1 zendmachtiging per gemeente afgegeven voor radio-uitzendingen en televisie-uitzendingen. Nu hebben jullie het voornamelijk over radio. Het logo is ook Radio Horen. Hoe zit het met de toekomst van de televisie? Het is juist, we hebben een zendmachtiging gekregen voor radio en televisie. Het is voorlopig de bedoeling ons te beperken tot radio. Het lijkt ons al een hele klus om die zaak goed op te zetten. En over een jaar of 3, 4 zien we weer verder. En dan kan misschien in ons gedachten komen om ook televisieprogramma's te gaan uitzenden. Maar dat is een verhaal apart. We moeten eerst eens zien te kijken wat we ervan maken met die radio. Technisch gezien is ook televisie veel moeilijker nog dan radio. Kom veel meer nog bij kijken. Op de valreep kregen wij nog de gelegenheid om een gesprekje te hebben met Griet Titulaar. Nou nee, het enige waar ik wel van wakker ligt is dat al deze ontwikkelingen nauwelijks worden gevolgd door de mensen. Dus dat in feite die behoefte aan educatie steeds groter wordt. En als dat goed geregeld kan worden, als de mensen inderdaad wat meer tijd gaan gebruiken om bij te blijven en wat minder voor dat amusement, dan zou ik daar buitengewoon gelukkig zijn. Als dat niet doen, komt er dan een kloof? Nou, die kloof is er al. Die kloof die wordt groter als ze het niet doen. En het vervelende is dat die mensen zich minder plezierig zullen gaan voelen in die maatschappij. Als je op het ogenblik met de bus gaat, moet je de strippenkaart gebruiken. Je kunt niet meer met een gulden betalen. En ik ben daar bepaald ongelukkig mee. Dus ik denk dat je moet zoeken naar een mogelijkheid om die mensen zich plezierig te laten voelen in de maatschappij waarin ze leven. En ik vrees dat alleen maar kan als ze proberen bij te blijven.